Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe video. De eerste video die ik weer opneem nadat de vakantie is geweest voor ons. Hier zijn ze afgelopen maandag weer gestart met school. Ik probeer weer mijn ritme een beetje op te pakken nu de dagelijkse wekkertjes weer gaan. Ook wil ik gelijk even melden dat de mensen die gemaild hebben vanuit mijn website voor een persoonlijke reading. Ik probeer jullie allemaal zo snel mogelijk te beantwoorden op volgorde van binnenkomst. Dus ik ben jullie absoluut niet vergeten, maar ja, het is wat drukker als normaliter. En daarbij heb ik gewoon ook mijn dagelijkse dingetjes natuurlijk nog. Maar goed, we gaan vandaag gewoon weer eens lekker zitten. Frisse start weer. We gaan kijken wat er naar voren mag komen. En vandaag laten we gewoon de boodschappen komen wat er naar voren zou mogen komen. Ik heb wat verschillende kaartendeks klaargelegd. En we gaan gewoon lekker beginnen. Kijk, ik hoop dat jullie allemaal lekker genoten hebben van het mooie weer van de afgelopen periode. Nu zijn er natuurlijk ook wel wat regenachtige dagen geweest, maar de zon heeft rijkelijk geschenen. En er komt nog vele mooiere dagen natuurlijk ook nog aan. Ik hoop dat je er echt van hebt genoten. Elke vitamine D weer even lekker tot je hebben genomen. Als eerste kaart, kaart 13 maakt 4. 4 staat weer voor stabiliteit. Een tweesprong. De tweesprong in het stukje transformatie. Voor sommigen kan het zijn dat jij een nieuwe richting in gaat zetten. Voor jezelf gaat kiezen. Nu heb ik afgelopen zondag op moederdag op mijn Facebook pagina heb ik een liedje gepost. Een liedje wat al heel vaak de revue gepasseerd was de afgelopen periode of de afgelopen jaren. Maar dat het eigenlijk de songtekst nooit bij mij binnen is gekomen. En dat is ook het stukje wat ik bedoel vaak met synchroniciteit. Dat er op een gegeven moment zo'n aha momentje komt of iets valt je te binnen. Of net als nu dat ik de songtekst opving en dat ik er bewust van werd. En ik heb deze gedeeld omdat dit voor mensen een mooie eye-opener is om tijdens hun transformatieproces ook in te gaan zien dat zelfliefde belangrijk is. Ik zal kijken of ik een link hier beneden in de beschrijving kan zetten van het YouTube filmpje met met het liedje daarbij. Tweesprong is voor het groot van het collectief, dus op dit moment echt gaande. We hebben natuurlijk dat eclipseizoen wat gestart is. We hebben intensiteit gehad, ook met de Schumann-resonantie die weer flinke pieken heeft gehad. We hebben andere energetische velden waar voelbaar is geweest. En je kunt daar best wel wat onrust in hebben ervaren, maar je kunt daar ook juist het gevoel hebben gehad dat je zoiets hebt van wauw, ik zit eindelijk in mijn energie. En dat gevoel van wauw, ik zit eindelijk in mijn energie, dan zit je dus in de juiste stroming waar je in mag zitten. Heb je nog onrust? Geen probleem. Weet dan dat je ook naar die vernieuwing aan het groeien bent. Maar dat je gewoon nog wat door diepgang heen aan het gaan bent. En die diepgang heeft iedereen in een transformatieproces. Dus je bent echt absoluut niet de enige die dat ervaart op dat moment. En dat kan zijn dat je bepaalde gedachtenpatronen hebt. Het kan zijn dat je bepaalde herinneringen weer naar boven laat komen. Wat misschien wat minder is. Het kan zijn dat je wat lichamelijke klachten hebt. Maar dit is allemaal een teken van ontkoppeling en loslaten. Soms ontstaan er elementen wat eerst even wat intenser weer wordt in je systeem, voordat het dus ook ontkoppeld kan worden. Zo is dat ook met een healing of een verwerkingsproces. Soms ontstaan de pijnklachten of de blokkades eerst even qua intensiteit wat hoger om vervolgens te ontkoppelen. Omdat je energetisch systeem weerstand zal gaan bieden. En dat is ook waar jij op dit moment last van zou kunnen hebben. Maar goed, daar vliegt de volgende al uit. En we hebben opruimen. Nu is die pas volgens mij ook al uitgekomen. Ik weet alleen niet meer bij welke reading dat was. Als ik in mijn vakantiemodus sta, dan sla ik dat allemaal niet meer op. Maar ik kan me herinneren dat dat wel naar voren is gekomen. Het stukje opruimen, dat was volgens mij wel uit een ander deck. Volgens mij was dat uit de energetische energieorakel. Het voelt voor mij dat er een soort
verlichting gaat komen. Een last van iemands schouders afvallen. We hebben de Thinking Woman. Maar we zien ook de trap naar boven. Kaart 47 maakt 11. 11 is natuurlijk het meestergetal weer. Voor stabiliteit. We zien het vlindertje. Je maakt die shift naar boven. Met de kennis van nu ga jij die shift creëren. En de Thinking Woman voelt voor mij in dit aspect niet als dat jij continu in je hoofd zit. Maar dat je de kennis die jij in jouw systeem draagt ook verder gaat upgraden. Verder gaat verwezenlijken. Dit ga je in de volle glorie in de juiste positie doen. Oh, dan komen er twee uit. Onderkant dek, action. Dus ik leg deze even kijken hoe mijn camera staat in beeld. Zo, kijk eens. We krijgen storm warning en we krijgen de zon 10 en 1. Dus naar die intensiteit komt de zonnige periode. Nu hebben we het natuurlijk al heel vaak gehad, ook in het tarot. Hè? Die 10 is de voltooiing. We beginnen weer bij de full en dan gaan we weer dat nieuwe stukje inzetten bij de aaskaarten. Maar dit is waar je dus op dit moment of middenin kunt zitten, of jij hebt die diepgang al op dit moment gehad en dat je al dit in jouw fijne energie voelbaar is. Eigenlijk precies zoals ik het net zei, het kan zijn dat jij het gevoel hebt door al die energetische shifts en prikkelen, dat je zoiets hebt van yes, ik zit eindelijk in mijn juiste flow. Maar het kan dus ook zijn, dus de juiste flow, maar het kan ook zijn van ik moet er nog doorheen. En daar is geen goed en fout in. Het is alleen dat je jouw yin-yang energie mag blijven behouden en gewoon door mag lopen op dit stuk. En de een zal iets sneller gaan als de ander. Maar vergelijk jezelf niet met een ander. Want je bent een uniek individu. En elk individu bewandelt zijn eigen pad. Vergelijk je absoluut niet met een ander. Want iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, maar ook minpunten. En zodra je ook inziet van wat jouw eigen minpunten zijn, en dit ook omarmt, zul je ook merken dat je daar een groei in kunt maken. Want de spiegelingen van je eigen ziel zijn vaak het moeilijkste om te omarmen in het aardse stuk. Want in het aardse stuk bevatten we nog ego, bevatten we conditioneringen en is het soms lastig om toe te geven als je bepaalde patronen nog niet doorbroken hebt of pijnstukken niet in wil zien. En hier ga jij dus de komende periode inzichten over krijgen en zul je dus ook merken dat er veel meer in het perspectief voor jou weggelegd is als waar jij op dit moment nog zicht op hebt. En soms heb je gewoon even wat weerstand nodig of even een eye-opener voordat dit weer gaat komen. En dat kan voor sommige mensen zijn dat je het gevoel hebt van mijn benen worden weer onder mijn lijf uitgetrapt door welke omstandigheid dan ook. Maar jij krabbelt wel weer op, want je bent krachtig genoeg. En je hebt alle kracht om emotioneel gezien ook alles weer in balans te krijgen. Het enige wat jij hoeft te doen is goed te luisteren naar jouw innerlijke stem. Goed jouw grenzen aan te geven en je eigen echt heel belangrijk goed te blijven gronden. En ik heb daar ooit een topic over gemaakt. Die staat nog in mijn playlist over het gronden en het, of ja, gronden aarde, hoe jij het ook wil noemen. En recentelijk heb ik daar ook al over gesproken in een video. En er was iemand die pas een, ik weet zo even niet meer hoe je heet, sorry. Die er een berichtje onder postte van God, inderdaad, ik had even niet in de gaten dat ik ook de energie wat niet van mij was af moet vloeien voordat ik mijn eigen bubbel er omheen zet of mijn eigen goed afscherm. Dus mocht je daar nog niet helemaal de kijk op hebben, klik dan even op de video die ik hier beneden ook zal posten. Wellicht dat er nog even een eye-opener daarin gaat komen, zodat jij misschien daarin meer stabiliteit ook kunt gaan creëren. Ik weet niet of het allemaal nog op beeld. Want mijn camera. Hoppatee, even kijken. Zo. Ja, nou liggen we er allemaal weer. Oké, we pakken gewoon even de Light Seers Tarot erbij. En we gaan wat dieper erop in. Dus wat onrust, het opschonen. We zijn allemaal met die grote voorjaars schoonmaak bezig. We gaan er lekker ook weer op uit. Je bent misschien thuis in huis weer wat aan het doen. In de tuin misschien wat aan het vroeten. Of op je balkon wat leuke plantjes aan het zetten. En dit doe je allemaal voor jezelf. Om te genieten van de ruimte om je heen.
om je eigen weer fijn te voelen in het energetisch veld. Oké, die ligt er als laatste. Oké, liggen ze goed? Oké, zo? Ja. Oké, soms dan denk je van tegen wie praat ze nou? Ja, dan vraag ik aan mijn hogere zelf of mijn gidsen wat ik mag doen. Omdat ik voel dat er iets niet kloppend is. Er is dus een moment wat er nu de komende tijd in zicht gaat komen, waar jij bijvoorbeeld lang aan vast hebt gehouden. En dat kan zijn omdat jij vertrouwen had in een bepaalde situatie, dat het goed kon komen of in stand kon blijven. Je werk, vriendschap, relatie, misschien een hobby of een sport waar je mee bezig bent. Dat je zoiets van had van ik moet presteren, ik wil dit voor elkaar krijgen. Waardoor jij een bepaalde lat automatisch eigenlijk neer hebt gelegd voor iets wat misschien niet voor jou bestemd is. En dit is dus vooral omdat ik de 8 van bekers aan de onderkant krijg. Dit is waarschijnlijk dus wat er in zicht gaat komen de komende periode voor sommigen of al is geweest. Er is een bepaalde stagnering geweest in het collectief. Blokkering in jouzelf of blokkering in een energetisch stuk wat je zelf in stand houdt. Terwijl jouw passie in jouzelf weer mag gaan stromen. En die passie die zal ervoor zorgen dat er nieuwe inzichten naar jou gaan komen. Maar dat er ook een bepaald vlammetje in jou weer gaat branden. Dat jij het nut van iets weer inziet. Dat jij het gevoel weer krijgt van oké, ik omarm deze situatie. Ik geniet er weer van. En laat het maar lekker stromen. Laat het maar komen. En dat stukje komen van die energie heeft er vooral mee te maken dat jij energetisch dingen gaat loslaten. En energetisch kan dus ook betekenen dat het in het aardse stuk aan iets gekoppeld zit. Want jij bent een mens. Jouw ziel is in een aards bestaan gekomen. Hè, in het menselijke jasje. En daarin die combinatie ga jij dus inzichten krijgen. Dus de aanpak van bepaalde situaties, bepaalde gedachtenpatronen, bepaalde inzichten die jij gaat krijgen. Misschien ook het in stand houden van pijnstukken. Negatief te veel de aandacht geven in plaats van in oplossingen denken. En daar ga je echt een vooruitgang in krijgen. Al is hier het torenmoment met die stormwarning er toch wel duidelijk aanwezig, dat voor sommige mensen die op dit moment aan het kijken zijn, er toch nog best wel iets schokkends kan gebeuren of iets onverwachts. Maar dit allemaal om jou naar een hogere perspectief te brengen, naar een hogere trillingsfrequentie, waarbij jij dus naar die vernieuwing mag gaan. En je hoort mij al vaker over die vernieuwing praten, maar dat heeft er puur mee te maken dat het collectief veld echt aan het shiften is. En er gaat dadelijk ook een kloof komen tussen de mensen die er nog niet in mee kunnen in deze shift en met de mensen die dus wel in die shift mee kunnen gaan. Dus je zult ook merken dat dat je misschien heel lang in contact bent geweest met vriendschappen of wat dan ook en dat je merkt van ja, het sluit gewoon niet meer bij elkaar aan. Zo kun jij bijvoorbeeld een vriendschap al vanaf je 18e hebben en ben je nu in de 50 of jonger of ouder, maakt niet uit. Gewoon echt al tientallen jaren een vriendschap bezitten. En dat je merkt dat jij eigenlijk altijd de gever bent geweest in een vriendschap. Dat het altijd vanuit jou de appjes komen. Of de vraag van ben je thuis? Of zal ik naar je toe komen? Of zullen we samen iets gaan doen? Of hoe gaat het met jou? En dat je nu de inzichten gaat krijgen dat het gewoon niet gelijk is geweest al die jaren. En dat jij misschien die gever bent geweest. Terwijl je nu mag ook leren ontvangen. En dat jij niet als eerste hoeft te geven, maar dat je in afwachting mag zijn tot iemand naar jou toe komt. Dat jij niet de eerste stap in bepaalde situaties hoeft te zetten. En dat is wat hier duidelijk naar voren komt. Dat jij dadelijk op een gegeven moment mensen zult treffen die wel compatible zijn op jouw pad. Die wel mee mogen lopen op dit moment. En ik zeg meelopen, want we hebben altijd mensen om ons heen. Maar er zijn mensen die blijvend om je heen zijn voor het hele leven. Er zijn mensen die een tijdje met je meelopen. Er zijn mensen die je pad kruisen voor inzichten of om jou te triggeren. Maar jij zult op dat moment, als jij hier doorheen bent, want het ligt niet voor niets met de kloof ertussen. Als jij van
wel die shift mee gaat maken, dan kun jij heel mooi iets naar je toe gaan halen. Kun je uit een hogere trillingsenergie de manifestaties neer gaan zetten. En dan kun je ook meer met open armen gaan ontvangen. Want als jij een gever bent, dan is het lastig om te leren ontvangen. En nu mag jij dus in gaan zien dat jij ook mag ontvangen. En dat jij dus niet afhankelijk hoeft te zijn dat jij als eerste iets gaat geven. Nu kan het zijn dat je wel iets, een toenadering zoekt naar iemand. Of jij vraagt naar iemand hoe het gaat. Maar krijg je dit niet in de ongeveer in de balansvorm terug. En het is niet zo dat je het op een weegschaal neer moet leggen. Om af te wegen van nou jij hebt dit gedaan. Nou dan moet de ander dit doen. Nee, het gaat om het energetische gevoel, hè, waar jij genoegen mee neemt. Maar laat je eigen niet meer in die positie brengen dat jij continu de touw, of weet je, de kar aan het trekken bent. Want dat is dus wat er nu gaat komen. Dat daar voor het collectief op welk vlak dan ook inzichten over gaan komen. En dan zul je merken dat er een nieuwe vooruitgang gaat komen. En het is een nieuw stuk wat er gaat komen. Dus het is onwennig in het begin. Maar we krijgen de 6 van zwaarden onder kandek. Dus het is onwennig om naar die vernieuwing te gaan. Om dus wellicht relaties, vriendschappen, werkzaamheden achter je te laten. Sommigen zelfs verhuizen. En dat zal wel lastig zijn omdat wij als aardsmens heel erg vasthouden aan iets wat bekend is. Iets wat vertrouwd is. Al is iets vertrouwd en niet prettig, dan houden wij er nog het liefste aan vast. Omdat dat ons stabiliteit geeft. Ondanks dat je benen onder je kont uitgetrapt kunnen worden door de personen om je heen. Je blijft er dan aan vasthouden. En dat is iets onnatuurlijks om dat te doorbreken. Terwijl dit nu wel in jouw systeem gaat komen om dit dan te gaan doorbreken. Nieuwe mogelijkheden gaan aangeboden worden. Je neemt de kennis mee wat van toepassing is voor jou. Je neemt de kennis mee wat belangrijkste is voor jou. En dit ga je vanuit emotionele ondersteuning voor jouzelf. Yin-yang energie, wat ik hier ook zie in de paarden. Want onderkant dek krijg ik de koningin van bekers. Dus yin-yang energie, balanskaart komt erbij. Jij gaat die balans hervinden. Jij gaat ontdekken wat voor jou belangrijk is. Waar jij liefde aan wil geven. Maar vooral liefde aan jezelf. Eerst alles begint in jouzelf. En als je dit hebt ontdekt, zul je ook merken dat alles anders kan gaan lopen. Maar we gaan dus even nog 3 kaarten erbij nemen. Geduld, dat is wel een item wat voorop komt. Want normaal gesproken, de mensen die mij al langer volgen, die weten ook mijn kaarten, die vliegen er her en der heel snel uit. Nou ja, het duurt nou even voordat ze eruit vliegen. Dus geduld is een belangrijk stukje waar je eigen op in mag stellen. In het energetisch veld kunnen er elementen naar voren komen, maar dat wil niet zeggen, want in het energetisch veld is er geen tijdsbesef, dat het in het aardse stukje dus in een bepaalde periode plaats zal gaan vinden. Voor iedereen zal dit anders zijn. Oh, kijk eens, we krijgen de Lovers. Liefdevolle energie in jezelf. Staat voor mij de Lovers ook voor dat jij je herstel gaat creëren. Dat jij de pijnstukken omarmt die je hebt. Dat jij weet waar jij het leven weer op zou willen baseren. Nieuwe kennis, nieuwe items. We zien de Fool. Nou, we beginnen dus weer bij die Fool. Hè. We beginnen weer bij het nieuwe begin. En dat zorgt er ook voor dat er iets nieuws vruchtbaar weer naar jou toe kan stromen. Waar eerst misschien de stagnatie was, waar dus geen doorstroom meer mogelijk was, wat eigenlijk blokkeert in jouw energie om jou vrijer en in jouw energie te laten groeien, zul je ook merken dat daar nu de ruimte voor gaat komen. Emotioneel gezien kun jij in balans gaan komen. Het stukje hart openzetten weer. En ik zeg hart openzetten, maar het begint de hart openzetten voor jouw eigen individu. Het begint allereerst echt bij jouzelf. Dat jij het waar bent om te leren ontvangen en vooral liefde te ontvangen van jezelf. Dat jij niet de liefde afgeeft naar een ander, maar eerst naar jezelf. Dat je jezelf op nummer 1 gaat zetten. En als je jezelf op nummer 1 gaat zetten, dan kun je jouw liefde gaan vermenigvuldigen in de glorie, zoals het volgens het universele stuk bedoeld is. En niet om je eigen weer weg te cijferen. Nee,
Eerst jij. Jij bent aan de beurt. Zet jezelf op nummer 1. Als jij die liefdevolle energie in jouzelf hebt stromen, heb je in principe ook niemand nodig om je heen om je gelukkig te maken. Want het geluk zit in jou. En jij kunt het zelf creëren. En als je dit dan hebt gecreëerd, dan kun je het ook gaan delen vanuit de hogere trillingsenergie met anderen. Dus ben je aan het kijken als single of hoop je dat je relatie weer een doorstroom kan maken of in een nieuwe stroming gaat komen? Alles begint bij jezelf. Eerst mag jij in deze staat van zijn gaan komen en dan kun je dit pas creëren. Maar daarvoor is het belangrijk de blokkerende energie wat jij of de ander bezit aangekeken te hebben. Dus het kan zijn dat jij al in deze staat van zijn bent, maar dat de ander nog al die blokkerende energieën heeft, dan zullen jullie niet samen gaan komen. Dan is het dus zo dat jij op je eigen energie door mag shiften. En dat je je eigen pad verder mag bewandelen. Dat die stroming verder voortgezet mag worden. En waarbij je je nieuwe plannen in mag gaan zetten. Misschien ga je een nieuwe richting uit qua werk. Misschien ga jij een nieuwe studie volgen. Misschien ga je die nieuwe sport beoefenen. En waar je helemaal blij van wordt van binnen. En al die items bij elkaar zorgen ervoor dat jij jouw unieke zelf begint te leren kennen. En vooral jezelf leren kennen is basisbegrip 1 van de transformatie. Als jij jezelf niet ontdekt of leert kennen, dan zal je transformatie stagneren. En dan zul je weer van die turbulente momenten in je leven terug gaan krijgen. Bij de ene kan het zijn dat het fysiek in het lichaam wat klachten op gaat leveren. Bij andere kan het zijn dat je een burn-out gaat krijgen. Het kan zijn dat je heel erg vermoeid gaat raken, omdat je energie lekker bezit op dat moment. Want als jij niet vanuit jouw unieke potentieel gaat leven, zul je merken dat de mensen die dus nu in die transformatie zitten, dat je dan gewoon fysieke klachten gaat krijgen of meer in je hoofd gaat zitten, niet goed gegrond, de energie niet goed kunt handelen als je bijvoorbeeld met grote groepen in contact komt. En dat is dus wat er de komende periode nog in beeld gaat komen. Heb je zoiets van, eigenlijk zit ik wel lekker in mijn energie en zit je al in die stroming? Nou, dan gaat er van alles stromen. Want als ik dit dan even ontkoppel van alles wat er hier ligt, hè, dit is eigenlijk, je laat het verleden achter je. En als je dit doet, dan kan jij in een heel mooie structuur jouw pas voort gaan zetten. En dan kom je niet meer in dat drijfstand terecht. En als je wel in dat drijfstand terecht gaat komen, dan weet je hoe jij daaruit kunt stappen. Want je hebt tenslotte al die kennis al tot je genomen. Maar het is wel zo dat je mag leren dit ook in de juiste vorm weer neer te zetten op dat nieuwe pad. Je hebt het energetische stuk aan jouw kant staan. Het is er alleen mee leren omgaan. En vormgeven wat voor jou werkt. Dus ondersteuning vragen vanuit je gidsen. Ondersteuning vragen vanuit je engelen. Wellicht dat je met mensen over dingen kunt praten waar je tegenaan loopt. Met gelijke stemden of mensen in het energetisch veld, zeg maar als holistische ondersteuning. Alles is mogelijk als je het maar doet vanuit jouw unieke zelf. Niet het pad wat een ander jou laat bewandelen. Nee, jouw eigen pad. En dat is dus wat de komende tijd in zicht gaat komen. Ik pak als laatste nog een engelenboodschapkaart. En dan hoop ik voor vandaag dat ik toch weer een mooie boodschap over heb mogen brengen. Zo, nou kijk, die vliegt er al uit. Hij komt ook heel mooi hier op het verleden stukje. Hè? Vertrouwen, engelen van positiviteit. Durf de stap te nemen en werk aan je hartewens. Met een positieve houding en zelfvertrouwen vergroot je succes. En daar verbreed je dus jouw horizon mee en zul je naar die vernieuwing kunnen gaan wat jij verdient. Lieve mensen, dit was vandaag de reading. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw video is. Weet ook dat het collectieve berichten zijn en het niet altijd met iedereen zou kunnen resoneren. En dan wens ik jullie nog een hele mooie dag toe en tot de volgende keer. Doei doei!